Ja, voorzitter, dank u wel. Het is onze taak als politici om de belangen van Nederland en haar inwoners te behartigen en te verdedigen. Om te zorgen dat zij hun leven in vrijheid kunnen leven. In een land waar het prettig toeven is. En om al datgene dat wij gezamenlijk hebben opgebouwd te bewaken en te beschermen. Wie zich de beelden van 2015-2016 nog kan herinneren van de ongecontroleerde toestroom van asielzoekers en de gevolgen die dat had, ook voor het gevoel van veiligheid van onze inwoners, snapt dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat ons land opnieuw wordt overspoeld met duizenden migranten per week. Niemand wil dat, voorzitter. En op dat punt denk ik dan ook dat de meeste partijen in deze Kamer het met elkaar eens zullen zijn. De oplossing om controle te krijgen over die migratiestroom is te zorgen dat de voorwaarden om hier te mogen blijven helder zijn. En dus ook wanneer je hier niet mag blijven. En het liefst zorgen wij dat mensen die niet voor verblijf in aanmerking komen, überhaupt de reis naar Europa niet maken. Niemand hoeft wat de VVD betreft te verdrinken tijdens een door een mensensmokkelaar gefaciliteerde gevaarlijke overtocht naar Europa. Om onze migratie onder controle te houden, moeten we als Nederland afspraken maken met landen om ons heen. Met andere Europese landen, om gezamenlijk op te trekken op het gebied van migratie. We willen immers niet dat asielzoekers ergens anders binnenkomen en vervolgens alsnog doorreizen naar ons land. Maar ook met landen verder weg, om te zorgen voor goede opvang in de regio. Zodat vluchtelingen een veilige plek kan worden geboden zonder dat in Europa in Nederland hoeft te zijn. Dat als asielzoekers desondanks toch illegaal doorreizen naar Europa, we ze meteen kunnen terugsturen naar die veilige gebieden. En tot slot ook met landen van herkomst van migranten die geen recht hebben op verblijf, zodat zij hun onderdanen terugnemen en wij hen daadwerkelijk uit kunnen zetten. En niet voor niets heb ik in 2015, voorzitter, een plan gelanceerd wat geleid heeft tot afspraken met Turkije en een vermindering van de asielinstroom van maar liefst 97%. Maar ook met een land als Libië, waardoor bijdrage van Nederland aan de training van de Libische kustwacht het aantal bootjes richting Italië al fors is gereduceerd. Het bewijs van het nut van dit soort aanspraken ligt er. Met een delegatie uit de Kamer heb ik dit ook recentelijk in Libië met eigen ogen kunnen zien. En dat omstandigheden moeten verbeteren, snap ik ook. Voorzitter, vandaag spreken wij over een compact van de Verenigde Naties dat de neuzen van de instemmende landen dezelfde kant op zet als het gaat om migratie. We zijn het eens over het tegengaan van illegale migratie, over aanpak van grondoorzaken, over terugnemen van onderdanen. Dan zou u zeggen, goed nieuws dus. Maar, zoals u weet, is de VVD afgelopen periode kritisch geweest over dit compact. Want hoewel er bemoedigende teksten in staan over de onderwerpen die ik net noemde, staan er ook zaken in waar ik minder blij van word. En dan stemmen we toch niet in, zou de reactie dan kunnen zijn. Dat hebben we ook zeker overwogen, voorzitter. Maar ik laat mij niet graag verleiden tot impulsieve beslissingen, voorzitter. Ik zet de feiten liever op een rij. Ten eerste, niet instemmen betekent niet dat andere landen dat ook niet zullen doen. Dat betekent dat het compact er alsnog zal liggen. We hebben onszelf er alleen maar buitenspel gezet in dat gezelschap. En een beetje zoals eigenlijk het Verenigd Koninkrijk nu met de Brexit. Ze zijn eigenlijk nog steeds onderdeel van Europa, maar zitten alleen niet meer aan tafel waar gesproken wordt. Ten tweede, hoezeer partijen in deze Kamer ook willen voorspiegelen dat het anders is, het compact heeft geen juridisch bindend karakter. Niet in eerste instantie, maar ook niet later stiekem alsnog. Het is een diplomatiek document. De VVD heeft er niet voor niets bij het kabinet op aangedrongen dat er geen directe of indirecte juridische risico's voor Nederland mogen zijn. En goed dat het kabinet dit alsnog grondig juridisch heeft onderzocht. Met de politieke standpuntverklaring worden overigens onbedoelde risico's voldoende dichtgeschroeid. Nu zou u dit kunnen afschilderen als een inlegvelletje. Maar ik zie het als een praktische oplossing om te voorkomen dat rechters te veel interpretatieruimte hebben bij dit document. Dit is tenslotte een door velen terechte aangedragen zorg. En ook de VVD vindt het belangrijk dat deze interpretatieruimte wordt ingeperkt. Een standpuntverklaring kan daarvoor zorgen doordat rechters, als zij dit pact bij besluitvorming zouden betrekken, even goed rekening zullen moeten houden met deze standpuntverklaring bij het pact. En voorzitter, ten derde, aan het pact kunnen zelf geen rechten worden ontleend. Het beeld dat door sommige partijen in deze Kamer wordt geschetst, alsof duizenden Afrikaanse migranten hier morgen met het pact onder de armen op de stoep zullen gaan, is gewoon weg onjuist. Voorzitter, ik begon met te zeggen dat het onze taak is om de belangen van inwoners te behartigen. Daar valt wat mij betreft onder dat wij hen niet onnodig je angst aanjagen of op basis van spookbeelden in plaats van feiten informeren. Dat we niet gewoon schreeuwend langs de zijlijn staan en maar roepen dat gewoon alle grenzen dicht moeten. Terwijl we weten dat dat niet kan. Maar oplossingen bieden voor de terechte zorgen die mensen hebben op het gebied van migratie.
En dat doen wij. Ik gaf het al aan door afspraken te maken met andere landen. Over opvang in de regio. Over terugkeer. Over het tegengaan van illegale migratie. En die afspraken, voorzitter, moeten we maken met dezelfde landen die nu instemmen met dit compact. Dan helpt het niet om met onze rug naar deze landen toe te gaan staan. Daar heeft geen Nederlander wat aan. Het helpt ook niet om je ogen dicht te doen met het motto: als ik jullie niet zie, is het probleem er ook niet. Van verstandige politici mag Nederland verwachten dat wij doen wat nodig is. Kritisch zijn op een dergelijk document. Goed kijken of het ons niet belemmert in ons migratiebeleid, wat gericht is op het terugdringen van de illegale migratie. Maar ook kijken wat het ons brengt als we onze relatie met andere landen op dit onderwerp goed houden. Dan kan dit document de basis bieden voor volgende stappen. Het sluiten van overeenkomsten om die grote migratiestromen te voorkomen. Voorzitter, dat zijn we aan de mensen in ons land verplicht. Voorzitter, tot slot heb ik nog de volgende vraag aan de staatssecretaris. Kan de staatssecretaris bevestigen dat Nederland er onverminderd op kan blijven inzetten om illegale migratie terug te dringen, conform ook de migratieagenda van dit kabinet? En dat dit document ons er ook in de toekomst niet van weerhoudt om ons beleid verder aan te scherpen? Dat er nog steeds een onderscheid kan worden gemaakt tussen legale en illegale migrant en dat er geen recht op migratie aan dit document kan worden ontleend? En tot slot de vraag aan de staatssecretaris ook, in hoeverre het nu staat met die explanation of position en in hoeverre daar ook staat met de ondersteuning hiervan door andere landen. Dank u wel. De heer Boudet. Uw fractieleider Klaas Dijkhoff noemde mensen die tegen dit pact zijn schreeuwers die aan de zijlijn staan. Nu zei Frits Bolkestein vorige week: dit pact is bestemd, ik citeer, om migratie te bevorderen. Dat staat er ook in. Een standpuntverklaring neemt de kern van het pact niet weg. Teken niet. Vindt u, net als blijkbaar uw fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, Frits Bolkestein een schreeuwer die aan de zijlijn wil staan? De heer Asmani. Nee, voorzitter, dat is geenszins het geval. Ik denk dat de heer Bolkestein een zeer respectabel mens is, zo ken ik hem ook. Vele gesprekken die ik ook met hem heb gevoerd. Hij heeft een andere mening als het gaat over deze compact. Dat is ook helder en duidelijk. En ik verkondig hier de mening namens de fractie van de VVD. Ja, dan constateer ik dat de heer Asmani zijn fractievoorzitter Klaas Dijkhoff hier afvalt. En impliciet stelt dat Dijkhoff zichzelf overschreeuwd heeft toen hij iedereen die tegen dit pact is een schreeuwer noemde. Want Frits Bolkestein, die ook tegen dit pact is blijkbaar geen schreeuwer. Weet de heer Asmani... Dat is echt onzin. De conclusie staat nergens op. Wacht heel even. De heer Boudet. Weet de heer Asmani hoeveel niet-westerse immigranten sinds het aantreden van de heer Rutte als minister-president in 2010 naar Nederland zijn gekomen? Hoeveel niet-westerse immigranten? Voorzitter, volgens mij gaan we een quizje doen. Hoeveel exacte niet-migranten vanaf 2010? Dat is dan een beetje de bedoeling. Ik schat in, we hebben een piek gehad in 2015, 2016 kwamen heel veel migranten deze kant op, 58.000. Nou, laten we zeggen dat niet-westerse migranten rond de 300.000, 400.000 zouden zitten. Ik heb hier precies het getal. 530.086. 530.086. Dat betekent nog niet dat wij een legale verblijfsvergunning hebben gekregen. Een volstrekt onacceptabel aantal. En ik kan niet begrijpen dat u nu een migratiepact wil tekenen, dat deze mensen rechten geeft op de meest brede basisdiensten. Detentie alleen in het uiterste geval, artikel 29. In vrijheid uitzetting mogen afwachten, artikel 27 lid C. Als ze via een smokkelaar hier zijn gekomen, mag je ze daar niet meer vanwege die reden berechten, artikel 25. Collectief uitzetbeleid wordt verboden, artikel 24a. Enzovoort, enzovoort. Ik kan niet begrijpen dat u dat nu wilt steunen. En ik heb nieuws voor u. Meer dan een derde van uw kiezers ook niet. Ja, voorzitter. Volgens mij draait het helemaal om de vraag hoe je het migratieprobleem denkt op te lossen. En ik heb soms het idee de heer Boudet nog in het verleden hangt. In het verleden van die grote toestroom in 2015. Weet u, voorzitter, in die tijd kwamen richting Europa meer dan 1 miljoen migranten via bootjes illegaal richting Europa. Vandaag de dag, ik heb er nog even naar gekeken, in 2018, tot nu, 2 december toe, zijn het 132.000. Wat mij betreft nog 132.000 te veel die via die illegale weg richting Europa komen. Maar echt een fractie van meer dan 1 miljoen in 2015. En voorzitter, hoe zou dat nou kunnen, zou dan de vraag zijn. Nou, dat komt omdat we
overeenkomsten te sluiten met andere landen, zoals met Turkije. En dat komt dat we met een Kamerdelegatie naar Libië zijn gegaan en zelf hebben gezien wat afspraken betekent met een land als Libië, die misschien niet zo officieel als afspraken worden genoemd. Maar we zijn niet naïef met elkaar. Natuurlijk weten we dat daar het een en ander is gebeurd, waarbij ook daar 80% van de instroom gereduceerd is met bootjes. Dus met de rug naar de andere landen toe te staan, lost het migratieprobleem niet op. De heer Fritsma. Ja, voorzitter, het is een knap waardeloos verhaal van de VVD-fractie, als ik zo vrij mag zijn. Met de rug naar andere landen toestaan lost het migratievraagstuk niet op. Kijk, wat u hier nu doet met het steunen van dit pact, is zeggen tegen de hele wereld: wij staan achter de VN-visie dat migratie iets fantastisch is. Wij vinden migratie nodig, wij vinden immigratie nodig. Wij vinden dat alle vormen van reguliere migratie moeten worden uitgebreid. Wij vinden dat migranten recht hebben op van alles en nog wat, woningen, uitkeringen, noem het allemaal maar op. Waar bent u mee bezig? Voorzitter, ik vraag de heer Asmani echt oprecht. Wat denkt u? Als u mensensmokkelaar bent of migrant bent, ik ga naar een land zoals Hongarije of misschien België. Dat zegt: wij willen hier niks mee te maken hebben met dit open grenzenbeleid. Of ik ga naar een land als Nederland, wat weer het beste jongetje van de klas wil zijn en alle migranten welkom weer heten. Want dat is precies de keuze. Dat is precies de keuze. Wat denkt u zelf? Wat migranten doen, wat mensensmokkelaars doen? Ja, voorzitter, volgens mij beoogt het compact juist die illegale immigratie tegen te gaan. En biedt het mogelijkheden tot legale wegen, waarbij landen zelf hun migratiebeleid mogen bepalen. Dat is wat dat document doet. Nou, er zitten teksten in waarvan ik zelf ook zeg van, nou ja, dat had ik liever niet ingezien. De zorg is, als het gaat om soft law, dat is ook geadresseerd door anderen, ook door u, door de heer Baudet ook. En die erken ik ook als jurist dat daar zorgen over zijn. En daarom hebben we het kabinet gevraagd ook om tot een juridische analyse te komen. En dan moet ik vaststellen dat het geen directe en indirecte juridische risico's met zich meebrengt. En dat je middels een EOP, een explanation of position of een standpuntverklaring in het Nederlands, voorzitter, dat je dat kan dichtschroeien, het feit dat rechters misschien daar nog mogelijk gebruik van zou kunnen maken. Nou, dat alles afwegende ten opzichte van hoe lossen wij nou op de zorgen die mensen in mijn ogen ook terecht hebben als het gaat om ongebreide migratietoestromen. Dat los je niet in je eentje op, dat los je niet zoals de PVV en ook de heer Baudet wil dat we uit de Europese Unie stappen, dat we het allemaal zelf kunnen doen, dat we de richting onze Nederlandse grenzen laten komen. En ik weet niet wat we dan gaan doen, 435 kilometer aan hekwerk, wat gaan we dan doen, zeg maar, met elkaar. Volgens mij moeten we dat oplossen zo ver mogelijk van onze grenzen af, tot de buitengrenzen van Europa en het liefst in de bronlanden waar mensen vandaan komen. En volgens mij is dat hetgene wat we proberen. En we zien dit als een basis om vervolgstappen te gaan maken als het gaat om uitwerking van overeenkomsten, zoals we dat ook met Turkije bijvoorbeeld hebben gedaan. De heer Fritsma. Nou, voorzitter, het hele grote probleem met de heer Asmani en met de hele VVD-fractie is dat de VVD geen woord houdt. De VVD heeft namelijk gezegd: als dit pact juridische consequenties kan hebben, dan gaan wij er niet mee instemmen. Nee, de heer Asmani herhaalt dat notabene. Maar voorzitter, dit is wel een heel belangrijk punt. Ik heb hier de kabinetsbrief van 30 november jongstleden, waarin letterlijk staat, ik citeer: vanwege deze algemene toepassing is het mogelijk dat rechters of andere rechtsprekende instanties zich bij de nadere invulling van bepaalde normen laten inspireren door internationale documenten zoals dit migratiepact. Het kabinet zegt dus zelf: het is heel goed mogelijk dat Nederlandse rechters zich door dit pact laten inspireren. Het is dus, met andere woorden, voorzitter, heel goed mogelijk dat Nederlandse rechters wel degelijk gewicht gaan toekennen aan dit pact. En dat was precies de voorwaarde die u stelde, die niet zou mogen gebeuren. En nu zegt u: ja, kan wel zijn, ik teken dit verhaal toch, of ik vind het prima dat het kabinet dit steunt. U draait. U toont zich weer op zijn onbetrouwbaarst. U draait. Nee, voorzitter, ik draai helemaal niet. Volgens mij komt duidelijk uit de brief van 30 november van dit kabinet dat het geen juridische consequenties heeft. En dat er, als er onbedoelde risico's zijn, dat door mogelijke interpretaties van rechters, dat die verder worden dichtgeschroeid met zo'n explanation of position. En voorzitter, om eens eerlijk te zijn, ben ik daar wel blij om. Want dat betekent,
Als ze bijvoorbeeld meteen hadden gezegd, nee, we doen het niet. En dan gaan we naar de algemene vergadering, of eerst naar Marrakesh en dan naar de algemene vergadering. En dan wordt hij toch met 2/3 meerderheid aangenomen. Ja, dan heb je helemaal niets. En nu hebben we een position van het Nederland, mogelijk met meerdere landen te ondersteuning, wat heel erg meeweegt, ook in de beoordeling of zaken nou wel of niet recht aan kan worden ontleend. En ik stel vast dat op basis van dit document geen rechtstreeks rechten kan worden ontleend, dat er geen directe en indirecte juridische risico's zijn en dat onbedoelde risico's nog wordt dichtgeschroeid met een explanation of position. Voorzitter, de VVD-fractie draait, u geeft totaal geen antwoord op de vraag. Ik heb u net... Dat is gewoon een framework die je overbaat. Ik ben aan het woord. Ik heb net een letterlijke passage voorgelezen uit de brief van deze staatssecretaris, waarin letterlijk staat, ik wil het nog wel een keer voorlezen, dat Nederlandse rechters zich kunnen laten inspireren door dit vreselijke pact. En u hebt hiervoor altijd gezegd, als dat het geval is, dan steunen we dat pact niet. Maar nu doet u dat dus wel. U draait en u bent onbetrouwbaar. Ik zal u één ding zeggen, meneer Asmani. Kijk, er zit altijd heel veel verschil in de woorden van de VVD en in de daden. Als we uw partij beoordelen op daden, dan blijft er helemaal niets van over. Het zou goed zijn als de VVD de rug een keer recht zou houden op momenten dat het er echt toe doet. Ja, voorzitter, dit is weer een hele mooie frame. Zo ken ik de heer Fritsma eigenlijk ook. Ik probeer de frame op te bouwen dat ik eerst iets anders heb gezegd en dat ik nu iets zeg wat daar niet mee correspondeert. Het is heel helder voor de VVD-fractie geweest. De compact mag geen juridische consequenties hebben. En als het standpunt van het kabinet is dat het geen juridische consequenties heeft en daarbovenop ook nog door onbedoelde risico's een explanation of position wordt gesteld die dat ook nog verder dichtschroeit, ja, dan is de conclusie volgens mij dat dit geen waarde heeft. En dat correspondeert ook eigenlijk met de bepalingen zoals die in punt 7 en punt 15 ook in de compact staat, namelijk dat het niet juridisch bindend is en dat de soevereiniteit om eigen migratiebeleid te voeren voorbehouden is aan de landen die partij zijn. Dus, de heer Van Ooyek. Ja, voorzitter, ik heb ook nog wel behoefte aan enige verduidelijking over wat nou eigenlijk de positie van de VVD in deze is. Er is over dit pact 2 jaar lang onderhandeld. 1 jaar onder verantwoordelijkheid van VVD-staatssecretaris Dijkhoff en 1 jaar onder verantwoordelijkheid van de huidige VVD-staatssecretaris Harbesen. De afdrukken van de VVD zitten op elke pagina van het compact, zou je kunnen zeggen, politiek in de Nederlandse context. Nou zegt de heer Asmani eigenlijk van ja, weet je, er staat veel in, ik vind het eigenlijk ook niks, maar ja, als we het niet doen, dan staan we buitenspel en bovendien, het is toch niet juridisch bindend en we kunnen misschien straks andere landen nog tot dingen dwingen. Mijn vraag is eigenlijk, vindt hij het nou alles afwegen een goed evenwichtig pakket dat door zijn staatssecretarissen goed is onderhandeld? Of zegt hij, ja, ik vind het eigenlijk niks, maar ach, het is toch niet bindend, dus we kunnen wel ja zeggen. Voorzitter, ik kan daar heel kort in zijn. En eigenlijk, meneer Voor, ik weet dat ook. Er zijn meerdere ministeries bij betrokken geweest in het verleden. En er is door de EU onderhandeld, onder andere namens Nederland. Er zijn verschillende lidstaten bij betrokken. Natuurlijk heeft Nederland ook zijn input gegeven aan de EU. In de laatste maanden van onderhandeling was het nou zelfs Oostenrijk die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de eindteksten. Dus zo is het gegaan, voorzitter. Dus het is een beetje een verkeerd beeld om hier neer te zetten dat 2 VVD-secretarissen zelf deze teksten zouden hebben geschreven. De heer Van Ooyek. Voorzitter, 2 dingen. 1, dit is niet bij benadering een antwoord op mijn vraag. 2, als ik zeg dat 2 VVD-staatssecretarissen vanaf het begin politiek verantwoordelijk zijn geweest voor deze onderhandeling, dan zeg ik dat omdat in de brief van 30 november de staatssecretaris zelf zegt, Nederland heeft vanaf het allereerste begin zeer actief mee onderhandeld over dit pact. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de staatssecretaris. Dan vraag ik aan de fractie woordvoerder van de VVD, de heer Asmani, om een politiek oordeel te geven, en dat vind ik een volstrekt legitieme vraag, over dit pact. Vindt hij het eigenlijk niks, maar omdat het toch niet bindend is, wil hij er wel mee instemmen? Of zegt hij, nee, er is onder verantwoordelijkheid van mijn VVD-staatssecretarissen 2 jaar lang goed onderhandeld en er ligt een evenwichtig pakket. Mijn fractie vindt dat, voorzitter, voor alle duidelijkheid. En dat heb ik toen ik daar stond, waar de heer Asmani nu staat, heb ik dat heel duidelijk gezegd. Maar de heer Asmani doet dat niet. Nee, dat klopt.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kuiken namens de PvdA. Oh, moet voortaan wel op tijd opstaan. Nou ja, voorzitter, dat klopt. Maar het zou ook helpen als de heer Osmani gewoon een antwoord geeft op de hele terechte vraag die volgens mij is gesteld door de heer Van Ooyink. De heer Osmani heeft in de pers laten optekenen. Ik zit niet te wachten op dergelijke documenten. En gelijktijdig was het zijn staatssecretaris die gewoon van A tot Z bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest. Dus het is op een gegeven moment wel zwart of wit. Dus steunt u het of steunt u het niet? Nou, wij steunen de compact in combinatie met explanation of position. En ik geef alleen maar aan dat er inderdaad twee staatssecretarissen zijn geweest van VVD-huizen die namens een kabinet acteert en handelt. Dat er meerdere ministeries betrokken zijn. En de heer Van Ooyink vroeg ook op de bekende weg, namelijk ook het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat daar de afgelopen jaren op is onderhandeld, niet alleen door onszelf, maar juist namens de EU, of de EU heeft onderhandeld namens al de lidstaten. Dus zo is dat onderhandelingsproces gegaan. Ja, mevrouw Kuiken. Ik concludeer dat dat geen feitelijke weergave is van de zaken. Want de heer Harbers was in de laatste fase gewoon enorm betrokken. De staatssecretaris. En mijn vraag blijft, hoe moet ik dan de woorden duiden van de heer Osmani zelf? Die zei, ik zit niet te wachten op dergelijke documenten. Is dit nu een moetje? Of wilt u dit? Nee, ik zie dit als een opstap. Ik heb altijd aangegeven, ik ben kritisch ten aanzien van de documenten. Er zitten teksten in die oké zijn, er zitten ook minder goede teksten in, zeg ik zelf. Op het moment dat het niet juridisch bindend heeft, heeft dat ook die consequenties niet. Dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, nou, ik teken het niet, zoek het allemaal maar uit. Nou, ik denk niet dat je daarmee een migratieprobleem oplost. Dus ik zie dit als een soort tussenfase, een tussenstap, dat je aan die tafel blijft met die landen en vervolgstappen maakt als het gaat om het beheersen van migratie. En dat doen we op de manier, volgens mij, zoals we dat sinds 2015 aan het doen zijn, om meer overeenkomsten te sluiten met de andere landen, Turkije-achtige afspraken, andere type afspraken die we hebben gemaakt, ook in Afrika. En je ziet het resultaat, dat schets ik ook toe. We zijn er nog niet. Ik bedoel, van 1,5 miljoen of van 1 miljoen illegale migranten naar zo'n 100.000, 132.000 op dit moment die via die bootjes richting Europa toe gaan. Nou, volgens mij moeten we met z'n allen naar nul willen. En dat er andere paden, andere wegen zijn, is helder en duidelijk. Ja, die teksten, daar ben ik ook helder over. Er zitten goede dingen in, maar er zitten ook, dat zeg ik terecht, zitten ook minder goede dingen in. Dus ik snap de zorgen wel die worden geadresseerd. Laatste vraag, de heer Baudet. Ja. Kort graag. Rechtelijke uitspraken, zijn dat juridisch bindende consequenties? De rechtelijke uitspraak. Sprak een juridisch bindend gegeven? Ja, rechtelijke uitspraak dien je op te volgen. Ja, maar u heeft gezegd bij onze vorige aanvaring hierover. Meneer Baudet, ja? Ik moet u onderbreken, want u heeft echt meer vragen dan iedereen gesteld. Dus ik wil. Nee, het is wel waar, het wordt keurig bijgehouden en iedereen heeft gelijke kans. Mijn vraag was een opmaat voor de interruptie. Dan moet u gewoon in één keer uw vraag stellen. Ja, want vorige week hebben wij geclashed hierover. En toen zei u letterlijk, dus ik citeer nu u. U zegt, in antwoord op mijn vraag is, hoorde ik de heer Osmani net zeggen uit de handelingen, dat als dit compact juridisch bindende consequenties kan hebben voor Nederland, we het niet moeten tekenen. En u antwoordt erop ja. En dan citeer ik nu letterlijk, het is hetzelfde punt als wat de heer Frisma maakte, de staatssecretaris, hij zegt, vanwege de algemene toepassing is het mogelijk dat rechters of andere rechtsprekende instanties zich bij de nadere invulling van bepaalde verdragsnormen laten inspireren door documenten zoals het Global Compact on Migration. Met andere woorden, rechters kunnen zich laten inspireren door dit compact en dus in hun uitspraak tot conclusie komen op basis van dit pact. Dat is toch juridisch bindend? Dan heeft u zichzelf toch totaal klem geluld als u niet wil dat dit... als u niet wilt. Ja. Nou, zullen we het ook eens een keer over echte dingen hebben in plaats van gezeven over taalgebruik? Dit zijn hele fundamentele dingen. U moet gewoon onderkennen dat het wel consequenties heeft, zoals de staatssecretaris ook zegt. En dat betekent dus dat u moet terugkomen op uw eerdere belofte dat u het dan niet zult ondersteunen. Voorzitter, dat klopt niet. Volgens mij, als er onbedoelde risico's zijn, dus met andere woorden, mocht er een lagere rechter aan de haal gaan met een dergelijk document, dat schroeien we nu dicht door de standpuntverklaring die we daar neerleggen. Daar schroeven we hem op dicht. Dat kunt u zien. Dank u wel, meneer Osmani. Hallo. Ik zit hier gewoon als voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kuiken namens de PvdA.